klaar voor. Wouter van Hoof, ik denk dat jij met gemengde gevoelens na afloop van de wedstrijd tegen Koten hier staat. Ja, ik stond er net al even ontspannen bij. Nee, ja, het is jammer dat je niet mee hebt kunnen spelen. En dat is inderdaad dat gevoel. En om het te mengen is het hebben gewonnen. En ja, is het toch gewoon een bekerwedstrijd tegen een vierde klasse voor iedereen die bij ons, ja, voor de club. En dan ben je door. Niet over, ja. Wel, we speelden de eerste helft denk ik wel aardig. En Kevin speelde goed, Kwong speelde goed. Assistje, ik vond Kwong gewoon goed spelen. En dan is het ook moeilijk tegen zo'n club. Om het even zo te noemen. En ja, dus we hebben gewonnen. Zullen we het daarbij houden. En het was leuk. SVF had een leuke mok van tevoren. En ik ben trots op SVF, zeg maar. Het zag er leuk uit. En ja, alleen maar lof. En wij gewonnen. Nou. Ja. Ferdinand Cantipana, IJsselmeer volgens wint vandaag het districtsbeker duel met 7-2 tegen Koten. Was je tevreden over de uitvoering vandaag? Ik denk dat we bij Vlagen goed voetbalden. En dat we het allemaal serieus oppakten. Dus ik ben wel tevreden over het algemeen. Ja. Je speelt vandaag op 10, dat lijkt me voor jou een nieuwe positie. Of heb je in het verleden ook wel eens gespeeld? Ja, heel in het verre verleden heb ik het wel eens gespeeld. Ja. Maar ja, het was lekker. Een wat vrijere rol. Hè. En, ik moet zeggen dat ik het toch wel goed invulde met de assist en een goal. Dus ja, tevreden. In principe ben jij ook een beetje het mannetje van alles in het elftal. Want voor mij heb je bijna op alle posities, behalve het doel, als een beetje gespeeld. Ben jij een speler die zo allround is? Of? Je moet spelen waar de trainer je nodig heeft. En dan probeer je je best te doen. Dus ik denk dat het, ik kan wel wat aardig verdedigen. En vroeger was ik aanvaller, dus ik denk dat ik het allemaal wel een beetje in me heb. En je probeert zo goed mogelijk je best te doen. Dus, Pierre Tosh, ik denk dat jij aardig tevreden kan zijn over de wedstrijd vandaag. Ja, tuurlijk. je kan wel tevreden zijn. Ik vind het wel minder dat we twee doelpunten tegenkrijgen. Maar voor de rest doe je het gewoon goed. Hoe lang is het geleden dat jij twee keer scoorde? Ik weet niet. Moet ik heel lang teruggaan. Ik denk dat dit een unicum is, twee keer scoren in een wedstrijd. Maar je was ook aardig op dreef langs de lijn aan de rechterkant. Ja, je krijgt de ruimte en Bram trok heel goed naar binnen, zodat ik ruimte kreeg om eroverheen te gaan. Ja, dit keer ging het wel goed. Ja. Hoe is het voor jou, wat voor gevoelens heb jij als je terugkomt hier bij je oude club? Ja, heel vertrouwd sowieso, want ik ben nu al een maandje niet meer geweest kijken. Maar ik ben hier, eerst ging ik elke week kijken, natuurlijk ook om en om uit. Maar het is heel bekend hier en ik heb zelfs al nog een paar keer meegetraind ook. En niet dit seizoen hoor, maar het is heel, heel fijn en je kent een hoop mensen, heel vriendelijk. Koten is ook een gemoedelijk dorp en dat is gewoon, dat proef je vandaag ook. En daarom is het ook jammer dat je niet hebt kunnen spelen. Maar blessure. Wat voor blessure had je? Ja, ik had wat dinsdag met die oefenwedstrijd toch wat last van mijn hamstringen opgelopen. En donderdag ook een beetje gefietst eigenlijk. En, dus ik dacht vandaag, ik herstel op zich al snel. En de fysio had ook gezegd, die had even behandeld. Die zegt, je herstelt al snel. Dus vandaag gewoon erbij en kijken met de warming up. Maar dan kan ik onverstandig zijn. Zo, gaat wel een kwartiertje. Maar dat was niet verstandig. Dus ik voelde hem te veel. Ik had te veel last. Dus dan is dit de beste oplossing. Hoe is de overgang tussen de Jupiler League en de top van de hoofdklasse jou bevallen? Ik denk dat het enige verschil is dat je in de Jupiler League train je wat meer. Train je iedere dag en nu train je 3 dagen in de week. Dus ik denk dat het enige verschil is. Maar qua niveau gezien is het, doet het er niet veel onder. Dus. Ik denk dat als je kijkt naar de selectie wat we hebben, dan kwalitatief een hele goede selectie. Dus het doet niet zoveel onder voor de Jupiler League. Nee. Hoe is het nu toe de club IJsselmeer volgens jou bevallen? Ja, goed. Ik geef ook trainingen en een voetbalschool. Dus ik ben heel positief en mensen zijn positief. Dus het is hartstikke leuk. Ja. Het was voor jou ook een beetje een thuiswedstrijd vandaag? Ja, ik woon hier nog niet eens 5 minuutjes vandaan. Als het goed is, je kan het net niet zien liggen. Dus ik zag wel een paar bekenden en dat is leuk. Je ouders onder andere, die volgen je geloof ik altijd, of niet? Altijd. Al moet ik naar een uithoekje ergens hier op de wereld, ze zijn er altijd. Dat is van vroeger al. Dus. Is het moeilijk om dit soort duels te spelen? Ja,
aan de ene kant wel. Kijk, je gaat natuurlijk heel anders naar deze wedstrijd toe dan naar de competitiewedstrijd. Ik bedoel, het mag misschien niet, maar het is gewoon zo. En dan is het gewoon zaak om snel doelpunten te maken en ze eigenlijk knock-out te maken. Ja. Hoe was je verder tevreden over de uitvoering vandaag? Eerst al wel. Ik denk tweede helft dat we iets slapper begonnen aan de tweede helft. Je weet dat zij komen. En dat we daarom iets minder omschakelden en dat je daarom zeg maar de tweede doelpunt achter de oren krijgt. Even kijken naar de komende weken. Is het de cruciale fase van de competitie waar we nu in gaan belanden? Dat denk ik wel. Het is, om even serieus te worden, inderdaad. Is het gewoon deze komende drie wedstrijden zijn heel belangrijk. Daarna ga je de winterstop in. En hoe ga je daarin? Met welk gevoel? GV, ik weet zelf omdat ik er natuurlijk gespeeld heb. Vorig jaar gelijk speel, die twee jaren daarvoor gewonnen. Vanuit GV gezien toen. Ik weet dat IJsselmeer volgens het heel lastig heeft. Dus dat wordt al een hele moeilijke wedstrijd volgende week. Ja, dan moet je gewoon een goede pot neerzetten en je punten pakken. En dan komt Bennekom, die doen het ook verrassend goed. Nou, dan speel je thuis. Dat is ook een lastige wedstrijd. Nou, die moet je ook gewoon winnen. En dan komt Spakenburg. Nou, je weet, ik weet niet precies hoe het. Maar ik weet dat het leeft en hoe dat verder in zijn gang gaat. Maar daarom zijn het gewoon hele belangrijke wedstrijden. Dan moeten we fit zijn en dan moeten we die punten pakken. Eigenlijk we moeten gewoon die 9 punten pakken. Ja.